brengt ons naar het dorpshuis in Uitwierde. Carla Oldenburger en de Kamerlieden Adrie Hulk en Renko Bijholt waren te gast bij een repetitie van het Eemsmondkoor. Wij zijn te gast bij het Eemsmondkoor in Delfzijl. Het eerste lustrum wordt gevierd op 17 november in de Kruiskerk in Delfzijl met een heel mooi concert. Het koor is opgericht door mevrouw Elisa van Duinkerken. Mevrouw van Duinkerken, wat was voor u de aanleiding om dit toch wel vrij grote koor op te richten? Nou, dat is meer met toeval ontstaan, want ik was dus een jongerenkoor aan het oprichten en ik deed een oproep in de krant voor mensen tot 35 jaar. En toen kreeg ik zoveel telefoontjes van ik ben 36 en ik ben 38, maar ik wil ook zingen. En toen kreeg ik zoveel reacties, toen gelijk al in de 40. Dus toen dacht ik, nou, dan moet er ook maar zo'n koor komen. En toen zijn we bij elkaar gekomen. Nou ja, dit is het resultaat. Een gemengd koor. Veel verschillende stemmen natuurlijk. Was het moeilijk om mannen te krijgen? Ja, dat is een probleem waar ieder koor mee zit. En vooral hoge mannenstemmen. Dat is het grootste probleem. Ja, naast ons staat ook bestuurslid Johan Pol, zelf ook enthousiast zanger in dit koor. Meneer Pol, welke stem zingt u? Ik zing bas. Is er nog behoefte aan bassen of wat dan ook? Ja, er kunnen nog bassen kunnen we nog gebruiken, tenoren. Er kunnen nog wat alten bij, als ik het goed heb. En sopranen, daar zijn we goed in voorzien. Kunt u een alt voorzingen? Ik een alt voorzingen? Nou, dat zal een beetje moeilijk gaan, denk ik. Mevrouw van Duinkerken? Dat is een beetje moeilijk, hè? Een alt is gewoon een lagere vrouwenstem. Je zou zeggen de tweede stem. Iemand die hoog zingt, die zingt dus bij de sopranen. En iemand die niet zo hoog zingt, die zingt bij de alte. Kijk, en daar ging het even om. Een stukje uitleg voor de mensen thuis, dat ze ook weten om welke stemmen het gaat. Het repertoire van het Eemsmondkoor, hoe ziet dat er over het algemeen uit?
even denken, 3/4 populaire muziek en 1/4 licht klassieke muziek, zo ongeveer. We studeren 3 nummers in en dan weer 1 klassiek nummer, een licht klassiek. Ja, en licht klassiek, dat houdt in? Welke componisten? Mozart bijvoorbeeld, een Beethoven. Dus geen en ook geen zware lange stukken. Gewoon wat een beetje lekker in het gehoor ligt. Ja, optredens, concerten noemen we dat. Waar vindt dat plaats in ons gebied? Ja, wij treden overal op. Tijdens rayonconcerten, in kerken, bij bepaalde manifestaties. Maar in 17 november hebben we dus ons Lustrumconcert. En dat is in de Kruiskerk in Delfzijl. Samen met de Magellanzingers. En dat belooft een groot spektakel te worden. Dus daar zijn we al druk voor aan het repeteren. Ook samen met de Magellanzingers, neem ik aan? Daar komt nog een speciale repetitie voor, ja. En dan worden het shanties? Wij gaan ook een shanty zingen. En zij zingen een stuk van ons, zingen zij ook met ons mee. Ja, mevrouw van Duinkerken. Hoe moeilijk is het om al deze stemmen toch aardig op één lijn te krijgen? Want ik denk dat het een hele klus is. Ja, dat gaat vanzelf, hè? Gewoon iedere week maar weer komen en voorspelen en oefenen. En dan gaat het iedere week een stukje verder. En ik mag aannemen dat alle zangers en zangeressen in het koor, dat die ook hun huiswerk meekrijgen. Gaat er veel tijd in zitten voor deze mensen om überhaupt in zo'n koor te kunnen zingen? Nee hoor, helemaal niet. Het zou wel mooi zijn. Vaak kennen de mensen het eerste couplet wel, maar het tweede en derde couplet niet. Maar in de praktijk komt er niks van terecht. En dat is ook logisch. Dat zijn misschien enkele leden. Maar het is gewoon zo, de map wordt gepakt en als je van het koor komt, leg je de map weer neer. Zo makkelijk gaat dat. Ja. Ja, dus het is niet zo dat je echt uren en uren iedere week de keel moet smeren en oefenen om in zo'n koor te kunnen. Nee, maar je kunt wel merken dat het koor in de loop der jaren wel gegroeid is. Ik ben er in 91 bijgekomen en als je dan bandjes van die tijd hoort en je hoort het koor nu, dan merk je dus duidelijk een stijging, een kwaliteitstoename. Ja, men raakt natuurlijk ook heel erg op elkaar ingezongen. U vermeldde net bandje. Staat er een cd op stapel of iets van die aard? Nee, zover zijn we nog niet. Misschien bij het tweede Lustrum. Maar ja, je weet natuurlijk nooit hoe die dingen lopen. Maar voorlopig hebben we nog die plannen nog niet, nee. Maar wie weet wat de toekomst brengt. Mevrouw van Duinkerken, meneer Pol, hartelijk dank voor het interview. En wij wensen u heel veel succes en vooral heel veel plezier allen met elkaar op het eerste Lustrum op 17 november in de Kruiskerk in Delfzijl.